Zijn nu alle Marco-afkrakers definitief de mond gesnoerd of niet? Nou nee, want als Marco een keer verliest, dan komt iedereen weer uit de kast natuurlijk. Maar zolang Marco wint, heeft hij gelijk in alles. En ik leef in een wereld van twijfels. Af en toe denk ik, doet hij maar wat? Of is hij geniaal en kunnen wij het allemaal niet bijbenen? Wat denk jij, Ko? Is hij geniaal of? Nou, beide niet. Nee? Denk ik. Nou, het is begin om trainer, dus hij is aan het... Gissen en missen, onderzoeken, proberen. Ja, dan loopt het altijd goed af voor hem tot nog toe. Maar nou ja, is dat allemaal intuïtie wat hij aan het doen is? Hij heeft John van Schip ook naast zich natuurlijk, ja. die meer ervaring heeft. Maar jij hangt visie en filosofie aan in plaats van intuïtie en gevoel. Wat is het bij hem? Nou, beide denk ik. Maar bij mij ook beide hoor. Oh, want je hebt wel eens aangegeven dat... Maar ik ga wel uit van een systeem inderdaad, ja. Ja. Dus als je tegen Armenië speelt, zou ik wel met een linksbuiten en een rechtsbuiten spelen. En een spits en een nummer 10. Van Galen zou... ideaal zijn in die wedstrijd. Maar ja, die is niet geselecteerd. Nee, ideale 10 in vorm, topvorm. Die prikte er wel een paar in. Ja, want die AZ'ers sowieso, Henk doet het geweldig, hè? Ja, hij vond vooral Kromkamp afgelopen woensdag fantastisch. Ja. Maar over Van Basten gesproken, hij heeft wel door een volgens mij heel goed psychologisch inzicht... Ja? In het zogenaamde groepsproces ervoor gezorgd dat wij plezier beleven aan het Nederlands elftal. Doordat het Nederlands elftal gewoon vecht voor het resultaat. En bij die Roemenen hebben ze echt gewoon al het leven uit die ploeg... hebben ze als het ware gezogen door gewoon op elke bal te jagen... tegenstander voortdurend vast te zetten. En dat is gewoon, dat is echt wel de verdienste van Basten... want dat is gewoon jarenlang niet zo geweest in het Nederlands elftal. Dus dat is echt genieten, wat jij nu zegt. Ja, ik geniet daarvan, ja. Maar door de personality van Van Basten en door zijn stardom als voetballer... komt hij de kleedkamer binnen en is iedereen al scherp. Dan hoeft hij helemaal niks te zeggen. Advocaat moest misschien eerst een half uur een donderspeech houden... om ze scherp te krijgen. Hij doet de deuren open en de spelers gaan voor hem. Dat gevoel hebben de spelers. Ja, er leeft meer. Maar Ko, je hebt vorig jaar nog in mei gezegd... ik heb al 15 jaar helemaal niets met Oranje. Qua ambitie niet, qua stijl niet, qua beleving niet, qua trots niet. Hoe is dat nu? Nou, ik erger me inderdaad aan het gedrag van veel spelers. Dat zegt Henk terecht. Hij heeft natuurlijk wel lef gehad om types als Davids en Seedorf en Kluivert... gewoon consequent niet meer te selecteren. Terecht ook. Ja, maar niet omdat ze niet spelen, maar omdat ze waarschijnlijk qua karakter niet in het roep passen. En omdat het volk zich daar vaak niet mee kan associëren. Maar heb jij nu types wel eens... als Kromkamp en Kuit en Matthijssen... ja, dat zijn gewoon een leuke Hollandse jongens die blij zijn dat ze met Nederland zelf mogen spelen... gretig zijn, liever twee keer trainen dan één keer trainen. En dat is een omslag. En hij heeft het lef dat hij gewoon jongens, nieuwe jongens selecteert. Ja. Nu moest hij ook wel, omdat er een x-aantal weggevallen zijn. Maar hij had natuurlijk ook op oudere spelers terug kunnen vallen. En dat is natuurlijk wel lef. Dus maar dat spreekt jou nu ook meer aan? Na 15 jaar bleef de stijl, de intentie is er wel, maar de uitvoering is er nog niet. Nee. We hebben gisteren alleen maar tegengehouden, hoor. Ja. Dus we hebben nauwelijks gevoetbald. Ja, en dat is ook het moeilijkste. Kijk, tegenhouden, dat kan bijna elke ploeg op je eigen helft. Ja, maar toch... Gewoon mensen koppelen aan mensen. En dan wat countertjes plaatsen, dat is het makkelijkste dat er is. Maar toch... dominant spelen op de helft van de tegenstander is gisteren dus niet gebeurd. Maar hier, Henk zegt vastzetten. Ja. Ze hebben 0 minuten vastgezet. Ja, tegenstanders. Ja, oké, in de duel 1 tegen 1 op hun eigen helft. Ja. Maar vastzitten, en dat wil hij nu. Hij wil tegen Armenië, wil hij heel vroeg storen. Hè? Tot en met de keeper, terugspel op de keeper... doorgaan op de keeper dat hij over de bal heen trapt... of corner trapt of uittrapt, ingooit, doelpunt maken. Snel een goal probeert te maken, door ze onder druk te zetten. En dat heeft hij nog niet kunnen laten zien met Nederlands elftal. Nee, maar dat en dat wil hij graag. Ja. Dat wil hij heel graag. Maar dat maar de heeft heel veel kwaliteit voor nodig. Maar de vraag was, heb je inmiddels iets meer met Nederlands elftal? Of? Ja, meer. Ja. Okay, ja, dus nou, het volk, dat voel je ook. Het volk houdt weer van Oranje. Hè? Want de mensen die ergerden zich een ongeluk inderdaad aan wat jongens met arrogante houding. En daar heeft Van Basten heel snel mee afgerekend. En we moeten ook niet vergeten dat hij heeft alles mee. Hè? Sinds hij er zit heeft het Nederlands elftal weinig tegenslagen gekend. En het loopt allemaal een beetje lekker, een beetje geluk hier en daar. En dat heb je nodig. En daardoor gaat het goed met hem en dat gun ik hem van harte. En frisse Hollandse jongens, waaronder Jan Kromkamp. Nou, daar kan je maar één vraag aan stellen op een dag als deze. Heb je nog paaseieren gezocht trouwens? Nee, dit keer niet. Ik kwam thuis en ik wist een uurtje op de bank gelegen. Want ik was best moe, moet ik zeggen. Maar nu ben ik weer opgeknapt en ik heb geen paaseieren gezocht. Vorig jaar was er aanleiding toe, nu niet, hè? Nee, dit jaar niet. Nee. Dit jaar gaat het hartstikke goed. Ja, je trainer, Ko Adriaanse, die zit bij ons in de studio. Die zal meer dan tevreden naar je gekeken hebben. Of zal hij niet verbaasd zijn geweest over je spel? Nou, ik weet niet, de trainer kent me als geen ander, denk ik. Dus misschien was je wel verbaasd, misschien niet, dat weet ik eigenlijk niet. Daarom moet ik met hem gaan praten. Maar
Ja, ik heb wel gehoord dat hij een analyticus was. Dus hij heeft het goed kunnen zien allemaal. Maar je hebt niet gehoord wat hij over jou gezegd heeft? Nee, ja, ik was niet thuis, dus... Je hebt in de tussentijd ook niet gehoord? Nee, ik heb echt niet gehoord, dus ik weet niet wat hij gezegd heeft. Ja, zeg maar tegen hem dat je goed gespeeld hebt dan. Oké, Ko, bedankt. Ik hoor dat ik goed gespeeld heb. Okay. Dankjewel, Jan. Alsjeblieft. Hoe zeggen ze dat? Ko, er zit een goede kop op, hè, zeggen ze dan. Ja, dus het is, kijk, hier straalt het plezier vanaf. Ja. En het gewoon, normaal gedrag. Gewoon doen, normaal doen. Niet je gek gaan gedragen omdat je toevallig iets beter kan voetballen dan je buurjongen. Een echte teamspeler. Kijk, voetbal is een teamsport. En een grote groep. En dan heb je gewoon afspraken nodig, regels nodig. Binnen het veld met een systeem. Maar ook buiten het veld. Daar moeten natuurlijk ook geen irritaties komen. En Johan zegt het terecht. Het volk kijkt graag naar dat soort jongens. Ja. Gaan we zeker ook straks over doorpraten, ook over AZ, het succes van AZ en de rol daarvan bij Ko Adriaanse. We kregen net nog een reactie van Leon Honings uit Helmond, die uitlegt waarom Zweden zo leuk is. Hij zegt, in Zweden lopen hele leuke meiden rond, hoor. Oké, maar dan ga je toch niet met je vriendin, zou ik zeggen, Leon. www.voetbalinsight.nl, u kunt ook sms'en naar nummer 2200. Tot zometeen, na de reclame. Dag.